In deze video hebben wij het over Ter Land, Ter Zee en in de Lucht in de Efteling. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Ja, vandaag gaan wij het hebben over Ter Land, Ter Zee en in de Lucht in de Efteling. Ja, dat is nu helemaal happening, hè? Ja, voor de mensen die het niet weten, wat houdt dat precies in? Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Ja. Nou, het is een soort tv-programma. En dan moet je met een zelfgemaakte auto of zo, of een karretje of iets, een soort opdracht volbrengen. Er zijn er verschillende onderdelen. Volgens mij doen ze in de Efteling ook 4 verschillende dingen. En dan aan het einde moet je aan een belletje zo klingelingeling. En dan wie het snelst is, wint. Ja, en dat is dus een televisieprogramma. En heel lang geleden hebben ze dat al een keer opgenomen in de Efteling. En nu komt dat eigenlijk weer terug. En het is een beetje zo doldwaas. Mensen gaan ook zo verkleed. En alles is allemaal gek en heftig. Het is een beetje carnaval meets bouw je eigen auto met een fiets, toch? Je moet ook, het is niet echt een auto, toch? Je moet ook trappen. Nee, het ligt eraan. Oh. Soms moet je trappen en soms niet. Het ligt aan welk onderdeel het is. Soms moet je ook varen, hè? Dan moet je eerst van de schans af en daarna moet je een stukje varen. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik dit programma eigenlijk nooit echt gekeken heb, maar ik merk dat jij dat wel al gedaan hebt. Ik was vroeger echt fan van Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. En er was één zo'n man, volgens mij heette die Marco of Remco. En die won dus altijd. Dus ik ben benieuwd of hij mee gaat doen in de Efteling. Maar je had ook gewoon mensen leuk. Gewoon een ouder en een kind die dan samen hadden geknutseld aan zo'n car en die dan verkleed van dat ding afgingen. Het klinkt wel heel creatief. Of een soort gek vrijgezellenfeest, ja. Je landt dus eigenlijk altijd in het water met die car. Dus toen dacht ze, in de Efteling is genoeg water, denk ik. Ja, want als opnamelocatie in de Efteling is er eigenlijk gekozen voor een stukje water voor Aquanura. Ja, er was heel veel sprake over waar gaat het nou komen? Want die Aquanura-vijver ligt vol met die fonteinen van Aquanura. En je wil niet dat als jij daar met je auto valt, dat je even zo'n sproeier van Aquanura met je ribben komt. Of zo'n vlammenwerper land je er bovenop. Nee, en daarom hebben ze eigenlijk een soort strook voor Aquanura iets dieper uitgegraven. Ja, want er moet denk ik wel genoeg ruimte zijn om echt te plonsen. Ja, anders zou het gewoon gevaarlijk worden natuurlijk. Ja. Ja, dus gelijk als je binnenkomt eigenlijk bij de Efteling, loop je gelijk eigenlijk tegen die opnamelocatie aan. De crime scene. Maar kan jij dan iets meer vertellen, wat gaan ze daar nou precies doen dan? Want jij kent dat programma wel. Wat gaan ze nou doen? Nou, er zijn dus verschillende onderdelen, maar ik weet dus niet meer zo goed wat nou wat is. Ze gaan dus doen, snel naar de bel. Volgens mij moet je dan van zo'n helling af en over zo'n smal stukje of zo, en dan heel snel aan die bel luiden. Ja, dat ken ik dus. Ik dacht dat dat het ook echt was. Maar er zijn dus blijkbaar nog meer onderdelen. Ja, er zijn meer onderdelen. Oh. Ze doen ook met je as over de plas. Ze doen tobbedansen en duwen hem eraf. En volgens mij is tobbedansen dus dat je van zo'n helling afgaat en dat je dan een soort van een beetje moet varen nog. Dan hebben ze meestal zo'n systeem dat je zo van je car afgeschoten wordt. Dat je nog een beetje vaart hebt, weet je. Maar dan gaan mensen dus ook half zinken en zo. Nogmaals, ik weet dus niet zoveel over dit programma. Maar hoe jij dit nu omschrijft, klinkt dit echt mega crazy gewoon. Ja. En er is iets wat losschiet, klinkt zo raar. En je hebt echt op een gegeven moment dat mensen echt zo aan die bel hangen zo. Omdat ze half vallen en dan komen ze er wel bij. En dan, nou, heftig. Okay. Komen ze net, gaan ze zo graaien, weet je. Want net met die vingers bij die bel. Ik denk wel dat je moet kijken in de Efteling. Nou, over kijken gesproken. Wat ik heb begrepen is dat er ook een soort tribune gebouwd gaat worden. Zodat je als Efteling bezoeker daar eigenlijk ook kan gaan zitten en kan kijken. Ja, wij kunnen dus helaas niet, maar als het had gekund, dan had ik best wel daar gewoon met mijn abonnement een middagje daar in het zonnetje gezeten, hoor. Ja, dus eigenlijk kunnen we ook wel een beetje zeggen dat er een soort extra entertainment act in de Efteling komt. Nou, eigenlijk wel, ja. Maar het duurt wel heel lang, hè. Snap je, zo'n tv-uitzending, dan lijkt het snel achter elkaar door te gaan. Ze moeten natuurlijk elke keer die kartonnen karren uit dat water zien te vissen. Ja, en die mensen uit dat water zien te krijgen. Ze zijn ook altijd van die duikers, hè, in het water. Misschien is het ook wel heel saai, bedoel je? Ja, ik denk dat het niet zo'n spektakel is als dat het lijkt. Maar ik vraag me dus wel af hoe ze het gaan doen, want er wordt dus komt dus een tribune voor mensen die al in het park zijn. Maar er komt dus ook een tribune voor mensen die mee zijn met de mensen die meedoen. Maar de mensen die meedoen en de mensen die komen kijken voor de mensen die meedoen, mogen verder niet het park in. Ja, maar jij gaat toch niet weglopen? Als jouw beste maat of je zoon of je moeder of je oma meedoet met zo'n programma, dan blijf je toch gewoon daar hangen. Ik denk dat ze daar niet zo bang voor zijn dat die mensen weglopen, hoor. Nee, maar ze mogen ook daarna niet het park in. Dus ik denk dat het een soort van los afgezet stuk is waar die mensen dan moeten blijven. Een soort Ter Land, Ter Zee en in de Lucht VIP room. Ja, maar dan afgezet dat je niet verder de Efteling in kan. Nou, ik neem aan dat daar wel gewoon over nagedacht is, toch? Maar dat lijkt me heftig. Heb je al die hekken staan? Nou, ik vind dat eigenlijk wel een mooi bruggetje. Hekken en dingen afzetten en zo. Want nu komen we eigenlijk op het punt, wat vinden wij hier eigenlijk van? En van tevoren wil ik even gezegd hebben, we houden heel erg van de Efteling. En nogmaals, de dingen waar je het meest van houdt, heb je vaak ook de meeste kritiek op. En ik hou ook van Ter Land, Ter Zee in de Lucht. Nou, brand maar los, Emiel! Ja. Allereerst, wij hadden het hier over dat we deze video gingen maken. En toen hadden we het erover dat dit eigenlijk best wel een commerciële keuze is, dat je dit überhaupt gaat doen. En voor een park wat eigenlijk zegt van, wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, is het best wel merkwaardig
dat je een mega commerciële samenwerking aangaat. Maar het grappige is dus, wij hebben ooit een Q&A opgenomen in de Efteling. En daar was er iemand gevraagd, hoe zien jullie de Efteling over 10 jaar? Wij hadden dus gezegd, veel commerciëler. En het grappige is eigenlijk dat een jaar later gewoon al de eerste commerciële dingen gewoon echt duidelijk te zien zijn. Ja. Want ze hebben ook nu een samenwerking met HelloFresh en Videoland. En ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn in Kaatsheuvel, maar... Er moet er gecashed worden. Als het geld oplevert, doen ze het ineens. Maar ik vraag me wel af, wat heeft dit nou met de Efteling te maken? Behalve dat het vroeger al een keer in de Efteling is opgenomen. Ja, en dat het een soort van reclame is dat je gewoon dat de Efteling ook op tv komt. Weet je wat het is? Ik vind het op zich wel lachen dat ze het doen in de Efteling. Maar ik vind hoe de Efteling er nu bij ligt, met al die bouwwerkzaamheden en al die schuttingen en al die ellende. En dan gaan ze dus ook nog eens, als je net binnenkomt, die hele vijver uitgraven. Het ziet er niet uit. Ja, het spijt me, maar dat kan je echt niet maken nu. Nee, er zijn mensen die sparen je gewoon voor. Hè? Die komen 1 keer in de 2 jaar naar de Efteling. En dan kijk je zo'n bouwput in. Ja, kom op. Ja, misschien is dat ook wel het grootste probleem. De timing. Doe het een jaartje later. En wat me nog het meeste irriteert, wij waren daar. En precies toen ze bezig waren met dat uitgraven van dat ding. En toen hadden ze dus het lef om daar zo'n bord neer te zetten. Weet je, als een sandwichbord. Arbeid is nodig aan de oude pracht om te behouden voor het nageslacht. Toen dacht ik, nee. Er wordt hier niks behouden voor het nageslacht. Dit is geen onderhoud. Nee, dit is gewoon een commerciële keuze. Dan moet je gewoon neerzetten, we graven dit uit hiervoor. En niet doen alsof je daar onderhoud aan het plegen ja, bent. Ja, dat vind ik ook. Dat is gewoon liegen tegen je bezoekers, hè? Dat kan je toch niet doen? Maak een nieuw bord. Ze hebben 1000 miljoen van die borden. Dan gewoon, we zijn hier aan het werk voor de opnames van Terlantse Zee in de Lucht. Dan dit dan op RTL. Kijk je lekker mee. Arbeid is nodig om de oude pracht te behouden voor het nageslacht. Hoe durf je? Ik ben wel benieuwd. Zou Aquanura kunnen draaien terwijl mensen met die auto's van die helling afglijden? Nou, ik denk het niet, hoor. Maar het zou wel sikke shots opleveren. Ja, dat wel. Maar ik denk als jij zo dicht op Aquanura staat, dat je ook zeiknat wordt, hè? Ze worden sowieso nat. Ze gaan erin. Dat is waar. Ik had verwacht dat dit een veel chagrijnige video zou worden. We hebben het mooi gesandwiched. Ik dacht, dit wordt een sikke roast. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar ik weet niet, ik ben gewoon vrolijk vandaag of zo. Ja. Ik wil het gewoon proberen, maar nee. Ja, roast even dan. Nee, maar dat is denk ik ook een beetje het dilemma waar ik mee zit. Aan de ene kant snap ik dat je als park soms commerciële keuzes moet maken. Ja. En daar is in principe niks mis mee. Maar het is gewoon uit het niets ineens heel veel. Ook met dat Videoland. Dan denk ik, wat heeft Videoland met de Efteling te maken? En die streamers waren er ook de hele tijd. Volgens mij is die deal met Videoland bestaat uit dit. Er staan nu Efteling-producties die al gratis op YouTube te kijken waren. Die staan op Videoland. Ja, en je krijgt korting. En ook nadat je in de Efteling bent geweest, krijg je ook korting op Videoland of zo. Het is een soort van verkapte kortingsactie of zo. Ja, maar sowieso die HelloFresh. Waar nergens op. Slaat dat op? Ja, want dan heb je een soort roodkapje soep of zo. Roodkapje tomatensoep. Weet of wat, ik het, joh. Ja, dan is het gewoon rode soep. Gewoon tomatensoep. En dan zeggen ze, ja, het is roodkapje soep. Dat slaat toch nergens op? Typisch Efteling. Hoeder van het sprookje. Ook nog lekker met de Albert Heijn. Gaat ook gezellig door. Nou, we lopen binnen daar. Nou, ik mag hopen dat wij hier hele grote attracties voor gaan terugkrijgen, toch? Voor deze commerciële uitbuiting. Maar als ik denk aan alle samenwerkingen, dan vind ik Terland ter Zee in de Lucht misschien nog wat leuks. Je kan wel even lachen. Voor de abonnementhouders is het wel lachen, denk ik. Weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Toen de streamers in de Efteling waren geweest, toen hadden ze zo'n speciale hoodie. Dat was met een kerstboom erop en zo. Die is echt tot april nog in die winkel geweest met nieuw erbij. Daar hingen inderdaad die hoodies nog gewoon met kerstdingen erop en er hing gewoon nog boven nieuw. Het was echt al begin april of zo. Ja. Maar nu komt er dan misschien ook Terland ter Zee in de Lucht merch. En dat kunnen we dan ook over een half jaar nog kopen. Nou, misschien over 2 jaar nog wel, toch? Ja. Of ze moeten het niet voor €100 per hoodie verkopen, want dat ging ook te ver. Het ging ook maar niet de sale in, inderdaad. Nee, en toen was het wel een sale, maar ja, toen dacht ik, ga geen hoodie met een kerstboom kopen. Het is juni, joh. We hebben toch nog een beetje geroast. Kleine roast. Laat in de reacties weten wat jij vindt van Terland ter Zee in de Lucht in de Efteling. En of je die HelloFresh box al eens geprobeerd hebt. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!